Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Weet u, is er zoveel dat georganiseerd en geregeld moet worden. En daar zie je dat het tekort schiet bij Surinamers. Surinamers praten, en ik ga toch kletsen over voetbal hoor mensen, wat ik niet wilde doen. Want ja, kijk nou mensen, Asane Broko jongen, hou op een keertje ermee. Wanneer je met dit soort rommels komt aanzetten, voor mij is het rommel hoor. Kijk, wat deze apper zegt, ik ga het weer herhalen lezen. Kijk maar wat gebeurt bij de SVB. Ik lees wat er staat, hè. Een groep Hindustanen die al decennia lang het geld dat bedoeld is voor ontwikkeling van het Surinaams voetbal achteroverdrukken. Ja? Iedere Creool die dichtbij het Hindustaans bestuur komt en naar de jaarrekening vraagt, wordt ontslagen. Deze klootzakken vernietigen het land. Het geld van de FIFA hebben ze ook achterover gedrukt. Oké, prima. Weet u. Maar kijk nou. Dit is het verschil, hè, mensen. Kijk, nu ga je dat racistisch element krijgen. Ik vind dit zo vervelend om te doen. Maar ja, er is een apper die je dan hierop door wil gaan. Laat mij er dit van zeggen. Kijk, u moet zo zien. Ik heb gezegd, de spelers op het voetbalveld, daar moet je voorzichtig mee zijn, omdat die geen specialisten zijn. Ze zijn geen specialisten, mensen. Ze kunnen, Lucano, niet omdat jij 2 keer 45 minuten op een voetbalveld kan rennen achter een bal, maak je tot een specialist. Is niet waar, klopt niet. Totaal niet waar, is niet waar. Laat niemand jou bedonderen. Het is niet zo. Ja? Ja, je kan spelen met een bal. En daarvoor word je ingehuurd. Oh, ga maar spelen, jongen. Laat zien. John Poshu heeft kop. Ja. Maar voor iemand doet dat hij. Ja. Moet je wel degelijk rekening houden met bepaalde zaken. Die daarvoor zijn gespeeld. Kijk, als je praat over de Surinaamse voetbalbond. Wat is dat ding eigenlijk? Wat is dat ding? Surinaamse voetbalbond. Weet je? Waarom is er überhaupt een Surinaamse voetbalbond nodig? Dat moet je je afvragen. Laat iemand je dat uitleggen. Ja? Er is een andere vraag. Meneer Goree is een bondscoach. Wat is een coach, een bondscoach? Wat is het verschil tussen een bondscoach en een ander coach van bijvoorbeeld Inter Mogotab of Robin Hood of Transvaal. Die hebben ook een coach toch. Maar waarom staat er voor deze man Bonds, coach, Bond voor de naam? Surinamers weten die dingen niet. Ze kunnen je dat niet uitleggen. Weet u. En dan krijg je dit soort verwarringen die ontstaan. Hè? Mispercepties, miscalculaties. Isabel, dat is heel erg. Maar ja, wanneer wij naar mensen gaan luisteren die geen specialisten zijn, dan ga je dit soort problemen krijgen. Want we kijken alleen naar het racistisch element ernaar. Ja, het is leuk dat deze apper dat gewoon duidelijk zegt, racisme. Ja, weet je, prima. Mensen die heren nou, hoe kan het, dit ding is wat er speelt in Suriname. En je ziet het hier terugkomen, toch? Weet je, want hij schrijft ook hier iets leuk. U lult over de hete brei heen. Even kijken hoor, ik heb het over het racistisch benoemingsbeleid. Of denk je, net als Ori, dat alleen hun bestaande ontwikkeling kunnen brengen in Suriname. Ik blijf het je zeggen, het is waar dat de meeste mensen dat denken. Weet je, terugkomend op dat ding van de voetbal. Jereno, je hebt een meneer, hij heet Krishnadat, Archibong Krishnadat. En je hebt een andere meneer, Goree, ja. Hoe haal je het in je hoofd dat een man die Krishnadat heet, een andere meneer die Goree heet, kan ontslaan? Hoe? Ja, daarvoor moet je naar school gaan, dan ga je het begrijpen. Weet je,
als je niet weet wat een bondscoach is. Ja? De bondscoach, de SVB, de Surinaamse Voetbalbond, is werkgever. Ja? En meneer Goree is werknemer. Dus het is een werkgever-werknemer relatie. Die twee mannen komen bij elkaar. En die mannen gaan zeggen, moet je luisteren, kijk, ik ga jou aannemen als bondscoach. Dit zijn mijn verwachtingen, ja, die ik gerealiseerd wil hebben. Kan jij dat voor mij regelen? Ja, ik ga dat kunnen, maar ja, dan heb ik dit nodig, dat nodig, zus, dit, dat. En als je me die dingen geeft, die tools, die middelen, ja, dan kan ik aan jouw verwachtingen voldoen. Oké. Dan gaan we ervoor. We gaan ervoor. Laten we het doen. Prima. Dan doen we het. Goed zo. Dus we hebben een afspraak. De SVB, werkgever, de bondscoach, werknemer, in dit geval meneer Goree. Je ziet wat er in Suriname gebeurt, toch? En je ziet deze apper ook, hè, wat je krijgt. Iemand heet Krishnadat en deze Krishnadat ontslaat iemand die Goree heet. Ja, mensen, Minaf Tegito, Donderbari, Bliksemkoti, Godobaster, Siripanya. Dat is niet mogelijk in Suriname. Wel, het is mogelijk, want het is gebeurd. En ik hoop dat het de bond SVB voet bij stuk houden. Want kijk nou, kijk, wij moeten ons niet verlaten op mensen die geen verstand hebben van voetbal. We hebben te veel mensen gevraagd om te reageren over voetbal, die daar niets van weten. Ik blijf u zeggen, wanneer wij zeggen dat iemand achter een bal tweemaal 45 minuten kan rennen, daar is die man een specialist, dan heb jij geen toegevoegde waarde. Je hebt geen toegevoegde waarde. Snap je? Dus, dan weet jij niets. Ja? Er was een andere insteek ook. Wat je vaak hoort. Ook hier zo, hè, programmamakers hier in Nederland. Weet je, met name in Amsterdam. Die zijn er uitgebreid op ingegaan. Ook het racistisch element. Dat ding wat ik u zeg. Iemand die Krishnadat heet, ontslaat iemand die Goree heet. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja. En wat kreeg je te horen? Die man heeft nog nooit een voetbal getrapt. Ja. Als deze man een voetbal kon trappen, zat hij niet in het bestuur. Ik kan jou dat garanderen. Want waarom? Vraag aan die meneer die Goree heet en vraag aan al die specialisten, ja, die zich opdoen als specialisten in voetbal. Ze kennen de voetbal weer, ja. Vraag ze wat de verstandhouding is tussen de FIFA en SVB. Ja, dan ga je hetzelfde ding krijgen als Simons. Ik heb niks te maken met OAS, ik ben geen verantwoording verschuldigd. Aan de OAS. Ja, vandaag is het toch bewezen. Dat je is gewoon dom gekletst van jou. Het is hetzelfde wanneer je de SVB aanspreekt. Ja, moet jij de FIFA niet buiten beschouwing laten. Iemand die tweemaal 45 minuten achter een bal rent, die weet niets over FIFA. Je moet hem daarmee niet confronteren. Maar hij is wel specialist. Hij noemt zich specialist, hij weet waar hij het over gaat. Weet je, is heel zielig. Ik vraag één ding aan Surinamers. Jere, je kan niet zeggen specialist, FIFA. Wat is de verhouding tussen FIFA en de voetbalbond van Suriname? Je weet het niet, toch? Ja, als ik je zeg, kijk nou, de FIFA is eigenlijk de ogen en oren. Ja. De VS, voetbalbond van Suriname, zijn de ogen en oren van de FIFA op lokaal niveau. En deze mannen vergaderen met de FIFA en praten. Ja, maar je bent er nooit bij. Ja, de FIFA heeft jou niet nodig en wil jou ook niet horen als bondscoach of als sterspeler of specialist. Nee, ik praat met de voetbalbond van Suriname. Ik ben de wereldorganisatie, de FIFA. Ja, trouwens, sommige mensen weten niet eens wat FIFA betekent. Even actioneren wat het betekent. Ze gaan snel typen en dat soort dingen. En dan gaan ze jou
zeggen, ja, maar ik weet dat dat betekent dit. Ja, Fédération Internationale de Football Association. Weet je, association. Frans, weet je, Zurich. Ja, wie is die topman? Meneer Infantino toch? Wist je dat? Nee, maar je klets over voetbal. Je klets over voetbal. Ja. Weet jij hoeveel wetten de FIFA heeft met betrekking tot het voetbalspel? Nee. Nee, je weet het niet. 17. 17 wetten. Ja, 17 wetten lijkt weinig. Maar het is uitgebreid en al dat soort dingen. Je weet toch hoe het gaat met wetgeving. Weet een voetballer? Weet Goré dat? Weet meneer Verwij dat? Weet meneer Jack Mangali dat? Ja, nee. Zij zijn met spel bezig, niet met organisatie. Ze weten dat niet. Weet je, praat niet over voetbal. Je weet niets over voetbal. Je zit daar op een tribune en je kijkt. Hé, hey, look van mij, loyong. Aman jompo, aman zweef, aman kopbal, aman skopo. Ja. Ja, geniet ervan. Maar kom niet doen dat je een specialist bent. Ik ook niet. Ik ben ook geen specialist. Maar ik weet wel over wetgeving die FIFA oplegt aan de SVB. Ja. De voetbalbond van Suriname, die gaat met meneer Dien Goré praten. Meneer Dien Goré, die zegt van, ja kijk, als je me deze tools geeft, ga ik dat kunnen doen. Ja, weet je. We willen een paar diaspora spelers hebben. Goed zo, ga maar doen. Ik ga ervoor zorgen. Maar nu stuit je op een probleem, de FIFA waarschuwt Suriname. Kijk nou, deze jongens mogen niet meedoen. Je mag ze niet naar Suriname. Ze zijn niet geschikt voor een transfer naar Suriname. Zij gaan hier onder lijden. Ja, meneer Dien Goré zegt van, ja, maar ik moet die jongens hebben, want ja, handpick gekozen. Wist jij dat? Nee. Wat doet de VSB? Die zegt van, oké, ja, kijk, mijn coach, die zegt van, ja, als ik deze jongens heb, ja, dan maak ik een grote kans op een goede plaats op de wereldranglijst. En mensen, luister nou. Niemand in Suriname, inclusief de voetbalbond niet, heeft tegen Goré, meneer Verwij en Jack Mangali gezegd van, moet je luisteren. Je moet de Golden Cup winnen. Daarna moet je je kwalificeren voor de WK van 2021. Nee, nee, nee. Dat waren niet de doelstellingen. Weet je. Natuurlijk ga je meedoen. Maar je kent jou onvolkomendheden. Ja, je kent je onvolkomendheden. Dus ja, je gaat de lat hoog leggen, maar niet zo hoog dat je de Golden Cup wint. Als je hebt gewonnen, is het mooi meegenomen. Maar we gaan niet daarvoor. We gaan wel meespelen. En we gaan ons uiterste best doen. Maar we moeten de wereld laten zien dat we meetellen. Dat was de opdracht. Ja. En als dat meetellen zou leiden tot het behalen van de cup, ja, dan is het feest natuurlijk. Maar als je het niet haalt, geeft niet. Alleen je moet zo hoog mogelijk komen te staan. Je moet zo lang mogelijk deelnemen aan het spel. Dat moet je doen. Dat was de bedoeling. Maar ja, als je het zo binnen kort tijdverstek wordt uitgeschakeld en wij hebben zoveel geld in jou, naar Surinaamse begrippen, zoveel geld geïnvesteerd. We zijn tegemoet gekomen aan al jouw wensen. Ja mensen, dan heeft iemand gefaald. Al hoe pijnlijk het is, heeft iemand gefaald. Ja? En dat moet je open en eerlijk erkennen. Dat het zo is. Dat iemand gefaald heeft. If migiwa amra, migi spikri, migiwa trapo, migi van alles. Die kringot op mijn dak. Ja? Die no man klara worko. Dan zeg ik, dat, hey, jongen, ik heb niks aan jou. Opgedonderd en opgeschodemieterd met jou. Weet je, als ik ervoor gezorgd heb dat al jouw wensen die je had om een goed team te vormen, ik heb daaraan voldaan en jij hebt niet kunnen leveren, ja, jere nou mensen, dan cross no pribradi toch. Wees eerlijk een keertje tegen jezelf en blijf niet haken in die stommiteit van racisme. Iemand van Krishnadat, die Krishnadat heet, iemand die Goré heeft ontslag. Ja, dan moet je je hoofd laten nakijken hoor. Sorry.
Weet je, maar dan is er iets goed mis met jou. En waarom zit er iemand als die Krishna dat heet bij het bestuur? Ja, ik weet dat de wetgever van FIFA 17 wetten telt. Ja, die meneer Krishna dat, die weet dat ook, want hij zit in het bestuur. Hij moet deze wetten implementeren in het Surinaams voetbal. Ja, weet meneer Goree dat? Nee. Weet, ja, dan ga je zeggen, ja, maar hoe weet je dat? Ja, ik weet dat. Hij is voetballer. Ja, hij is geen bestuurder. Je moet daarvan afstappen. Isabe, ino koni, ino plei koni. Want daarom we kies mankeri. Hoe doe voetbal toch? Ik kies mankeri toch? Je bent niet vooruitgekomen. Ja? Kijk maar op de plaats wat Suriname bezet op de wereldranglijst. Snap je mensen? Is toch vreselijk? Ja? Dus de doelstellingen die deze twee heren, zowel de voetbalbond als meneer Goree, die zijn niet tot wisdom gekomen. Dan gaan we niet verder met elkaar. Je moet de weg open houden. Dat, ja, moet je luisteren, dan ga ik een andere coach zoeken. Iemand die... Look, nou, Oulassa Sani 21, 20... 21 is het nou, of 22, van Qatar. Wat wil jij, wat verwacht jij van mij? Moeten wij deze man aanhouden tot 2026, wanneer de Spelen in Canada, Verenigde Staten en Mexico worden gehouden? Dat wil zeggen, we zijn nu 21, dat is 5 jaar. Luister nou mensen, laten we eerlijk wezen. De man die ik zie, is van 15.000, hè? Verder Karing, per maand. Maal 12... Ja, ga maar tellen. Maal 12 maanden. Weet je, even kijken, een snelle berekening. Even een pennetje voor mensen. Maal 12 maanden, 180.000 toch praat je over. Ja, oké. En dan Surinaams nu. Surinaamse dollar is 1 op 20 toch. Nou, 20 maal 180, dan praat je over 3 miljoen. 600.000 Surinaamse dollar die je per jaar aan deze heren moet betalen. En wat is het resultaat? Wat is het resultaat? Vind je dat normaal? Als je dat normaal vindt, daarom jij Pina en jij erin in de film. Want ik zeg je, ik vind dat een juiste beslissing van de VSB, voetbalbond. Met dat VSB, voetbalbond, VBS, no? Voetbalbond Suriname, ja, VBS. Ik vind dat een hele goede beslissing. Het bestuur van de voetbalbond heeft een juiste beslissing genomen. Hé, wacht eens even, stop. Stop. We hebben onze doelstelling niet bereikt. We gaan niet voort. We gaan niet tot 2026 elk jaar 3,6 miljoen SRD betalen aan deze heren. Dat doen we niet. Weet je, en dan kreeg je een mooie reactie wat ik gezien heb. Ja, die mannen zijn pas bezig en dan is dan dat die. En ja, je moet ze de tijd gunnen. Hé, wacht eens even. Wacht eens even. Ik ben toe gaan nadenken, wacht die. Jere. Dus, die mannen zijn pas bezig. Ja, je moet ze de tijd gunnen. Dan hebben een pleiboen en dan is dat. Ja, en dan wat krijg je? We moeten ze de tijd geven. Ja, dat ben je zie. Takuru Atifuansa Naman. Wanneer het deze mensen betreft, ja, dan moet je ze de tijd geven en ze komen bewijzen dat ze in staat zijn om het te kunnen. Maar breng het nu naar de regering. Ja, wacht eens even, je bent al een jaar bezig en je doet niks aan de sanity. Isabi, je moet weg. Je hebt dat ding geluisterd toch van die, hoe heet het, die vrouwelijke vakbondsleider. Die zegt van ja, 2 weken. 2 weken. Weet je. En ja, ik weet niet. Een regering is veel omvattender. Is op elk gebied, inclusief voetbal, bezig. Ja. Want jij weet het ook weer niet. Je hebt geen verstand van zaken, maar je praat over voetbal. Jij weet het niet. Ja. Deze meneer Infantino, die kwam naar Suriname. Ja, wanneer kwam hij naar Suriname? In april 2017, ja, hij bracht een bezoek naar Suriname. Hij had 2 zaken te bespreken, mensen.
Twee zaken had hij te bespreken. Ja? En met wie praatte hij? Niet met die specialisten die achter ballen rennen van ja, 2 weken. 2 weken moet je mij horen. De man, 2 maal 45 minuten, 90 minuten zijn ze in staat om achter de voetbal te rennen en te spelen. Nee, onzin. Daar wordt niet mee gesproken. De bondscoach dan? Nee, ook niet. De hel met die bondscoach. Ik ga met het bestuur van de voetbalbond praten. De ogen en oren van mij, die mijn regelgeving, mijn wensen, moet komen uitvoeren in Suriname. Als en indien Suriname wil meedoen met interlandwedstrijden, CONCACAF. Ik weet niet of Surinamers weten wat CONCACAF is. De Maitaki, Isabel. Maar weet je dat? Confederation of North Central America en Caribbean Association Football. CONCACAF. Weet je mensen? Ja. Ik heb geen verstand van voetbal. Maar bepaalde dingen weet ik. Ja. Moet je nagaan. Over allemaal Larry Cook. Onzinnige dingen als voetbal. Voetbal is spel, mensen. Maar laat me het toch doen. Weet je? En ja. Het is weer gelukt. Dat ik mijn eigen dingen weer om moet gooien. Maar dat geeft niet. Laten we erover praten. Waarom ik zeg van ja, kijk, die meneer Krishnadat heeft het goed gedaan en heeft een juiste beslissing genomen om meneer Gori eruit te showdemieteren. Ik zeg dat, ja. En dan kijk ik naar werkgever-werknemer relatie, ja. Ik noem dat gewoon, want ja, we hebben het in het racistische bij betrokken. Van ja, if we maar neem Krishna dat, kon je wel maar ontslag. Sanning, hoe heet het, Gori, dan een donderbari bliksem kotieren. Donderbari bliksem kotieren, ja. Godobaster Siri Panya wil regeren, Isabi. Want ja, net wat deze epper zegt, weet u, het is niet mogelijk. Dat kan niet, ja. Je moet het bestuur weghalen. Daarna heb de man van Odo. Ja. Oké, okay, mensen. Meneer Infantino. Isabi toch Zurich. Isabi. Die komt naar Suriname. Heeft 2 zaken te bespreken. Met de voetbalbond. Wat zijn die zaken die hij kwam aankaarten? Ja. Suriname moest voor 2018 over een voetbalstadion beschikken. Wil het niet van interlandwedstrijden worden uitgesloten. Dat was nummer 1, wat hij zei. Nummer 1. Ja. Dus Suriname beschikte niet over een voetbalstadion dat aan de vereisten voldeed van de FIFA. 2017. Ja. 2018, voordat die 2018, moest de voetbalbond van Suriname daar gevolg aangeven aan dit ding. En het stadion moet aan de minimale eisen voldoen. Welke minimale eisen? Ja? Ja. Meneer Gore weet dat niet. Deze specialisten, zei Lombagabal, ze weten het ook niet. Kijk maar naar de wetten van de FIFA. Die hebben speciaal, die hebben regels ontworpen aan welke eisen een voetbalveld moet voldoen. Kijk maar, ja, ik meen artikel 1, ja, voetbalveld, alle afmetingen, ja, alle lijnen, al die dingen, hoe ver, hoe dit, hoe dat, ja, alles staat erop. Weet je, wat zie je nu gebeuren in Suriname? We willen de voetbal op een hoger niveau tillen en ja, we willen Suriname niet uitsluiten van interlandwedstrijden, omdat die niet over een stadion een beschikt die naar FIFA-eisen voldoet. Dus wat zie je de regering doen? Die komt met een plan van, ja, we gaan een stadion bouwen. Maar ze naar mij is door een stadion. En ja, man weet niets over de regels van de FIFA. Maar als je op hoog niveau voetbal wil spelen, moet jij wel degelijk aan die regels houden. Ja. Dus deze mannen van het bestuur, de nodong, de sabi. En als deze man speciaal naar Suriname komt en hij zegt van ja, voor 2018 moet je zo'n stadion hebben, anders word je uitgesloten ervan. Weet u. Oké, okay, dat was één, hè. Het andere wat speelde.
was dubbele nationaliteit. Suriname is het enige lidland van de FIFA die geen gebruik maakt van deze mogelijkheid geboden door de FIFA. Ja? Goed luister wat ik zeg. Meneer Infantino zei letterlijk tegen Suriname: Suriname is het enige lidland van FIFA, van de FIFA, die geen gebruik maakt van deze mogelijkheid geboden door de FIFA. Dus de FIFA biedt deze landen de mogelijkheid om te zeggen van oké, kijk, we willen spelers van het buitenland hebben die naar Suriname komen spelen. En het is niet alleen Suriname, al die landen, weet je. Daar zie je transfer plaatsvinden, de ene naar die andere. Maar ja, de speler zegt van, moet je luisteren, kijk nou, ik ga daar spelen, leuk. Maar ja, ik wil niet mijn nationaliteit verliezen. Nou, kijk, dat voetbal moet daar geen beletsel in vormen. Dus wat doen we? Lidlanden, we gaan praten. Wij zorgen ervoor dat deze jongens een sportpaspoort krijgen. En dat ze dan hun nationaliteit niet verliezen. En ze krijgen jouw nationaliteit. Goed. We bieden dat aan alle lidlanden. Maar ja, Suriname is het enige lidland die dat niet doet. Weet je, dat was de tweede eis van de FIFA. Weet je wat Suriname als antwoord gaf? Wetgeving van Suriname biedt hiertoe geen mogelijkheden. Ja. De FIFA zegt, moet je luisteren, kijk nou. Dan moet jij uit de FIFA gaan, wegwezen. Weet je, want wij streven naar gelijkheid van alle FIFA-landen. Ja, als je mee wilt doen aan de World Cup, ja, Copa del Mundial, weet je, maar WK van Qatar, als je mee wilt doen, dan moet jij je committeren aan onze regel. Of je zegt nee, net wat er gezegd werd door Suriname, Surinamse wetgeving biedt hiertoe geen mogelijkheid, dus het gaat niet door. Ja, trek je dan terug uit de FIFA. Wist je dat? Nee, je wist het niet. Maar je bent specialist. Ja, je bent specialist. Weet je, mensen. Dus wat zie je gebeuren om aan die interlandwedstrijden aan het eerste te doen? Zegt Santoki, oké, cool, je hebt voetbal naar een hoger dingen tillen. Dus ja, laten we dan een stadion gaan bouwen dat aan de vereisten van de FIFA voldoet. Ja. Dan zie je dat ding komen van ja, er wordt het stadion gebouwd. Ja, en natuurlijk zijn Surinamers het weer niet eens. Ja, we pina, we dit in een film naar de zand. Ja, maar je wil wel dat Suriname op een hoger niveau komt om te spelen. Wat wil je nou eigenlijk? Niks no boom, Isabe. Naar de zand dat hij, Isabe. Maar ja, je hebt een grote kwebbel en een grote waffel. Je reageert op alles, je takman losani. Maar je hebt geen verstand van zaken. Weet je, ik kan jou één ding zeggen. Omdat je niet weet wat er vooraf afspeelt aan zo'n wedstrijd. Wat er vooraf aan voorgaat. Daarom ben je vandaag zo. Want je denkt je dat, ja, tegen iemand lomba gewoon balles kopen, en koppen, en zweven, doen, af en alles. Dat ja, hoe heet het, alles in orde is. Is niet waar. Dat is jouw wereld. Jouw wereld reikt zich niet uit tot wetgeving. Je kent dat niet. Ja. Daarom is het mooi. De meeste takken zijn tegen ons. Nou, een koeliman zei dat ook een. Een koeliman die zei skopbal. Ja. Een man is skopbal. Een man is skop wet buku. Jou is skopbal. En is skopu wet buku. Daarom tide, jou ben man doe mee naar, hoe heet het, aan de Gold Cup. En je hebt er niets van gebrouwen. Je hebt er niets van gebrouwen. Totaal niet. Je mocht je gaan kwalificeren. Weet je. Sommige landen die op de wereldranglijst zitten, die krijgen niet eens de kans. Deze voetbalbond heeft ervoor gezorgd dat Suriname kon meedingen. Niet Goree. Niet die sterspelers die zich specialisten noemen. Nee. Hou op, man. Isabel. Wat ben je bezig, maar je hebt voetbal. Ik praat over de wetgeving en regelgeving, hoe de VS, voetbalbond van Suriname, tot zo'n besluit is kunnen komen, is toch logisch. Jere met de key in die is mijn neer functioneert, dan mijn poerie toch. Wat is er dat zo moeilijk aan? Ja, omdat het een koeliman betreft, gaan we het in het racistische bijtrekken.
Ja man, donder toch op man, Isabi. Mensen, even nog een paar appjes. Even kijken hoor. Oké. Had maar de slogan dat alleen Hindustanen ontwikkeling kunnen brengen in Suriname voor de verkiezingen gebruikt. Dan zouden jullie nooit 20 zetels halen. Maar voor de verkiezingen was dit jullie bedoeling om al een racistisch beleid te voeren. Mooi zo. In de persconferentie legt Dien Gori de vinger op de zere plek. Het moment dat die Hindustanen zien dat een Kriool dicht bij het bestuur komt, raken ze in paniek, want ze willen niemand anders bij de honingpot. Zo kunnen ze makkelijk het geld van de SVB verdoezelen en misbruiken voor eigen gewin. Niemand van het Hindustans bestuur heeft ooit op dit niveau gevoetbald. Ja, Hindustans bestuur voetbalt niet. Net wat ik u gezegd heb. Ze voetballen, maar met die wetboeken van FIFA. En dat ken je niet. Meneer Goré is daar niet voor geschikt. Hij is daar niet voor opgeleid en geschoold. Weet u, even kijken hoor. Er moet een campagne komen dat geen enkel Creoolse speler onder dit bestuur gaat voetballen. Ook de Creoolse spelers die in Suriname competitie voetballen. Anders komen we nooit van deze Hindustanse bestuur af. Waldo is al ruim 23 jaar in het bestuur. En de tickets voor wedstrijden van zowel Nacho en de teams die internationaal moeten voetballen bij Waldo Travels gekocht moeten worden. Zo word je makkelijk miljonair over de rug van de Creolen. Mooi zo. Ja, wat moet je daarop zeggen, mensen? Isabel, kijk nou. Deze dingen is vreselijk racistisch. Maar het geeft niet. Laten we laten zien wie hier achter schuil gaat. Hè? Weet je, even kijken. Melissa Santoki als vervanger van Dien Gori. Zij is toch hooggeschoold en ze lijkt nu op de mensen die in het bestuur zitten. Vergeet niet dat dezezelfde bestuur Seedorf had tegengewerkt toen hij bondscoach wou worden. Vergeet niet dat Krishna dat een stadion heeft laten bouwen waar hij eigenaar van is. Hoe komt hij aan het geld? De bedoeling dat club de stadion kunnen huren, zodat Krishna dat voor het leven gebakken zit. U hebt informatie, mooi zo. Ik begin de geruchten te geloven dat Rado Stamfasse een verlengstuk is van de VHP. Alles wat de NDP deed is fout, terwijl VHP hetzelfde doet en zelf nog erger. Wijdt u zich ook uit wat er met de FIFA-gelden is gebeurd. Miljoenen die in de zakken van de bestuursleden verdwenen. Ja, mooi zo. Dat is jouw mening hoor, Isabi. Als je dat kan bewijzen, graag, dan kunnen we er dieper op ingaan. Hele rare gedachte dat deze regering nog erger is dan een regering die zijn burgers vermoord. Ja, kijk, nu gaat het komen, meneer. U gaat repliek krijgen, van repliek gediend worden. Die nonsens wat u allemaal opschrijft. Maar ik lees het, hè, want ja, het is een apper. En ik vind het leuk. Goed, luister wat deze apper zegt. Hele rare gedachte dat deze regering nog erger is dan een regering die zijn burgers vermoord. Mensen die zomaar wat roepen, beroepen zich altijd op racisme. In plaats van hun luie reet opstaan en gaan werken om wat te bereiken, geven ze altijd anderen de schuld en spelen ze slachtoffer. No, it's not me, it's your mentality. Mooi zo. Goedemiddag, commissar, zie ik nog geen bedder. SVB, Surinaams Voetbalbond, ja, oké. Okay. Even kijken. Meester Va, als ik het goed begrijp, is Bouterse een kloon van Henk Aaron. Achterlijk domme NDP'ers. Ik neem de zakelijke Hindustanen en anderen niet eens kwalijk die geprofiteerd hebben van Bouterse's beleid in domheid. Tries Meester, enige oplossing voor Suriname is interventie van buitenaf. De boel overnemen, de NDP'ers goed de oren wassen, in een kamp plaatsen en heropvoeden. Achterlijke domme gastenmeester, heel triest sabotage, wanneer meneer sabotage plaat. Maar tantiri, Isabel, en zo weet je. Mensen, laat me iets verder inzoomen, ja. En dan laat me je laten zien dat na unusser namang e poren strefi. Ja, kijk nou, je kan meegaan met de one van de dag, Isabel. Inderdaad, net wat die apper zegt, van ja.
we hebben geval, iemand moet de schuld krijgen, Isabi. En dan moeten we gaan kijken. Ja, moet je luisteren, kijk nou, als je zegt van ja, er zit een staan in het bestuur. Luister nou mensen, hoe wordt zo'n bestuur gekozen? Weet je, heeft de FIFA daar enig inbreng in? Heb je dat afgevraagd? Nee, je weet het niet. Maar je pleit takkie, Isabi. Nou, dat is dan dat die. Maar het is goed. Ga ervoor. Praat maar. Weet je, alleen mensen gaan jou zo'n beetje aanspreken. Weet je, en wanneer je praat over domheid, dan moet je niet klagen toch mensen. Dat is mijn tijd. Ja, maar ja, dat wat je gezegd hebt, ja, dat klopt niet zo zeer hoor mensen. Kijk nou mensen, met betrekking tot dat ding wat ik zei, dat die meneer Infantino naar Suriname kwam en meneer Krishna dat opdracht gaf. Goed luister wat ik zeg, opdracht gaf hè. Want toen zei hij, ik dacht, jongen, Infantino, ik ga gewoon daar opdracht. Je moet zien, gewoon, ja, ging weer, ja. Ik wens je veel geluk, weet je, met jouw mentaliteit. Nou, dat is aan dat hij, Isabi. Maar, mensen, dubbele nationaliteit voor voetballers, ja. Meneer Infantino kwam daar en zei, jere no brada, zorg dat hij doet, Isabi. En, ja, zorg dat er spelers kunnen komen naar Suriname. En dan kunnen spelen. Je moet me niet komen zeggen dat jouw dingen, van elkaar in jouw wetgeving daartoe niet de mogelijkheid biedt. Want ja, dan moet je uit de FIFA stappen. Ja? En als je dat niet kan bewerkstelligen, ja, sorry, dan bekijk je het maar. Maar deze dingen zijn niet aan de FIFA besteed, mensen. Je doet mee, maar dan op onze voorwaarden. En als je niet mee wilt doen op onze voorwaarden, ja, de hel met jou dan. Ja, en dan kom je er niet. Ga dat maar uitleggen aan deze specialisten. Weet je, dubbele nationaliteit mensen. Voor sporters, ja. Laat me je wat laten horen. Ik ga mijn programma omgooien. Weet je, dan kan ik jou laten zien hoe onwetend we zijn van zaken. Ja, hoe onwetend we zijn. We gaan luisteren mensen. Even kijken hoor, of ik het heb. Ja. Goed zo, we gaan luisteren mensen naar wat ik te zeggen heb over dit ding. Even vervelend, want ik moet gaan omgooien nu. En Isabi Mino Lobassani Taki, onvoorbereid bezig ben. Maar het is niet anders, Isabi. We gaan luisteren mensen. Dubbele nationaliteit voor voetballers. Denk aan die jongens die uit Nederland werden geronseld en naar Suriname gebracht om daar te voetballen. Om Suriname naar hoge sferen te brengen. Dat geeft niet. Prima. We doen het. We gaan ervoor. Of, niet meneer Goree heeft dat gedaan. Maar de voetbalbond. Dan was meneer Krishna dat wel goed. Weet je, om het Surinaams nationaal team een beetje op te vijzelen. Zodat ze konden meedoen met dingen. Ja. Weet je, daar wordt niets over gezegd. Oké, goed. We gaan luisteren mensen. Meneer Waterberg in het parlement, wat heeft hij nou weer te maken met dubbele nationaliteit? Ik weet het niet. Ja, u moet maar zelf een oordeel vormen. Ga maar luisteren naar meneer Waterberg. We hebben het over de FIFA, die eis van de voetbalbond Suriname, dat Suriname de enige lidstaat is die niet voldoet aan de FIFA-vereisen. En als je door wil gaan op die voet, get out. Als je het niet wil doen. We gaan luisteren naar meneer Waterberg. Luister maar. De bal ligt op de speelhelft van de regering. Als zij die onveilige creatie nu willen herstellen en of willen wachten tot het kalf verdronken is om de put te dempen. Voorzitter. Dat ons land rijk is aan zeer talentvolle sporters die veelal tot volle wasdom komen in het buitenland, is bekend. Voorzitter, verleden jaar hebben we de wereldkampioenschappen voetbal gehad. We hebben ook onze heren onder 20 jaar in actie gezien in de Verenigde Staten. Verder hebben we onze jonge, enthousiaste nationale selectie gezien in de Caribbean Gold Cup. We merken telkens dat ondanks ons enthousiasme en talent, we als natie, als land, niet doorstoten tot de top van de Caribisch
van de Caribische landen, waar we vroeger behoorden. Verder hebben we gezien dat bij de onlangs gespeelde wereldkampioenschappen de zogeheten kleine landen niet onderdeden voor de zogeheten grote voetballanden, door het simpele feit dat ze gebruik maakten van hun talentvolle spelers die in de grote voetbalcompositie in de wereld spelen. Voorzitter, hoe mooi zou het zijn als ook de Surinaamse vlag zou wapperen in zulke grote wereldtoernooien en ons volkslied ook te horen zou zijn via de luidspeakers. Voorzitter, alle respect voor de talenten hier te landen die hun uiterste best doen om de eer van ons land hoog te houden, maar we zien telkens dat dat niet toereikend is. We hoeven het wiel niet weer uit te vinden. Voorzitter, de andere landen hebben het al bewezen dat je door een combinatie, door een mix te hebben van spelers die thuis spelen en jouw profs die in het buitenlandse competitie meespelen, dat je een veel verder kan komen. Voorzitter, het ligt in onze handen. Regering en DNA, door het wetvoorstel voor dubbele nationaliteit te behandelen, aan te nemen en uiteindelijk toe te passen. Voorzitter, we kunnen dan samen met de president duiden, yes, we can do the job. Ja, wist je dat? Nee toch? Maar je praat over voetbal. Je hebt het over voetbal. Weet je, dit is wanneer? 2019. FIFA voorzitter kwam in 2017. Ja, dus ja, je moet goed weten wat je zegt. Je moet goed weten waar je het over hebt. Weet je, if you not sabi en je taxant zomaar, dan ga je dit soort problemen krijgen. Het is vreselijk gesteld met Surinaamse mensen. Weet je, wij gaan ons toeleggen op rariteiten. Want mijn playbal, de Samana specialist, ja. Inderdaad, op het veld is die man specialist. Buiten het veld weet die man niets over voetbal gebeuren. Totaal niets. Totaal niets. Je ziet hem tien snot op, jij kon hoor vragen, bloed aan handen, al die dingen. Ja, kijk hoe triest dat is om te zien dat die mensen totaal geen verstand, geen weet hebben ervan. Ik heb u gezegd, het is toch onmogelijk om van de voetbalbond te vragen om 3,6 miljoen te betalen aan deze heren. Tot 2026 weer. Tot 2026. We zijn in 21, dat is 5 jaar. Ja, dan praat je over bijna hoeveel 20 miljoen SRD dat je moet besteden aan deze mensen. Terwijl, ik zeg, het is de juiste beslissing, het juiste besluit dat deze voetbalbond heeft genomen. Hier, wacht eens even. Ik ga me weer willen kwalificeren in 2026. Maar waarom moet ik hier doorgaan met deze mensen die niet aan onze verwachtingen hebben kunnen voldoen? Ik ga andere mensen zoeken. Weet je, mensen? Ja. Ik weet niet wat daar mis mee is. Weet u? Kijk nou, mensen. Laat me een voorbeeld nemen. Seedorf. Seedorf werd erbij gehaald. Bij Milan. Ja. We gaan luisteren, mensen. En dan moet je kijken. Dit zijn mensen die een hele andere opvoeding hebben. Ga maar luisteren. Clarence Seedorf en zijn, want dat is het tegenwoordig, AC Milan. Morgen zijn debuut als hoofdtrainer van de Milanisti. Dan spelen ze tegen Hellas Verona. Vandaag de persconferentie richting dat duel. Natuurlijk gigantisch veel aandacht. Onze eigen Wietse van der Goot was er ook en kwam met de volgende reportage. Ja, buongiorno vanuit de perszaal van Milanello in een keldertje hier onder het hoofdgebouw. Deze perszaal zat ongeveer een uur geleden bomvol voor de entree van tegenwoordig de mister, de trainer van AC Milan, Clarence Seedorf, die hier binnenkwam met een onaantastbaarheid die hij eigenlijk ook als speler altijd had.
zeker van zijn zaak, duidelijk, makkelijk schakelend van het Italiaans naar het Portugees, naar het Nederlands. Alle kritische vragen gingen met een grote glimlach, werden die omzeild. Eigenlijk ging het hem allemaal heel gemakkelijk af en werd eigenlijk de vraag beantwoord. Is Seedorf geschikt als trainer? Nou, een persconferentie, dat kan hij in ieder geval aan, want het duurde ongeveer een uur. Er werd gelachen, het was gezellig. Niks aan de hand eigenlijk. Op die manier lijkt de entree van Seedorf hartstikke goed. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk morgen. 20:45 de aftrap in San Siro tegen Hellas Verona. Maar dit was alvast een heel goed begin van Clarence Seedorf als trainer bij AC Milan. Buongiorno, mister. Buongiorno. En voor de rest in het Nederlands. Oké. Okay. Hoe zijn de eerste dagen als trainer bevallen? Ja, erg goed. Er leeft natuurlijk een groot enthousiasme op dit moment. En, het was mooi om weer terug te zijn, terug te komen. Oude bekende. Dus het waren leuke, drukke, lange dagen. Heb je lang getwijfeld of je al voetballer af was? Nee, voetballer af kon nog wel een paar jaar meedoen. Maar ik vind deze uitdaging nu interessanter. Was het nu of nooit? Dat zullen we nooit weten. Wat wil jij als trainer brengen bij deze club? Wat wil je bijdragen? Ik denk dat voor iedereen duidelijk is wat de situatie is. En nu is het eerste doel om daar zo snel mogelijk een draai aan te geven. En wat zou je willen bijdragen? Wat is jouw grote droom als trainer om van dit Milan te maken? Waar sta jij voor? Nou, op dit moment hetgene waar ik voor sta is om zo snel mogelijk deze groep te leren kennen. En ze te helpen samen met hun om de situatie, zeg maar, om te draaien en een positieve wending te geven aan hetgene wat tot nu toe niet zo positief is geweest. Ik pikte net op uit het Italiaans dat Nigel de Jong geëmotioneerd was. Klopt dat? Dat was de vraag, ja. Was dat zo? Nou, we waren beide, vonden we het hartstikke leuk om elkaar weer te ontmoeten. Ja. Dankjewel. Dat was Seedorf in Milaan. Ja. Ja, mensen, dat was onze Seedorf. Ik hoef je niet te zeggen wat er gebeurd is, hè. Weet je dat hij daarna, na het niet behalen van zijn doelen, dat ze hadden afgesproken met elkaar, weet je, weer moest vertrekken. Ja toch? Is normale gang van zaken. What's the big deal met meneer Goree? Waarom moet je hem aanhouden als hij niet heeft geleverd? Ja. En daar zie je dat wij Surinamers daar steken laten vallen van, ja, nee. Ama etang, wie seipsa, ja. En je krijgt allerlei figuren die allerlei meningen opkomen. Sommigen hier zo, weet je, waarvan ze totaal geen weet van hebben. Dit is een jongen, je weet toch deze meneer, hoe heet die? Seedorf. Vergelijk zijn carrière met die van meneer Goree. Dan ga je tot verrassende elementen komen. Ja, mensen luisteren nou. Kijk, niets ten opzichte van meneer Goree, hoor. Hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft het gedurfd om het te proberen. Ja, alle lof daarvoor. Alle eerbied en respect. Goed zo. Maar, Jerno, het is tijd om te gaan. En ga niet spugen, ja, in de put waar je uitgedronken hebt. Dat moet je niet doen, Isabe. Wees hoffelijk. Lukasamtsana, alle ding man, die zie. Ding echte coaches, die zeggen, oké, Jere, het is een hele slechte periode voor me geweest, maar ja, ik blijf hoffelijk. Ik blijf een gentleman. Mi probering aan een luk. Mijn probering aan het lukt. Ja. En ik accepteer dat en ik ga weg. Maar in Suriname zie je het tegenovergestelde. Wie is ons aan het lukt? We tandoro. We doen. Die man heet Goree. En vooral iemand als dingen. Krishna dat. Ja. Die moet het niet wagen en durven. Om hem te ontslaan. Ja. En daarom komen wij nooit vooruit, mensen. Kijk nou mensen, ik heb u gezegd dat van de dubbele nationaliteit en dat ding van, hoe heet het, Vassaning, die stadion, die gebouwd moet worden. Ja, deze regering, je kan zeggen wat je wil en je wordt boos en je snapt het niet wanneer er gesteld wordt. Vooral omdat je geen weet van zaken hebt, hè. Weet je, dat er een nieuwe stadion komt. Ja,
Anders gaat Suriname niet mee met voetbal op wereldniveau. Wist je dat? Nee, je wist het niet. Maar je takkie, je bent specialist. Je bent specialist, waarom? Mijn lombaga bal toch? Ik speel al 20, 30 jaar bal, dus ik moet het weten. Nee, dat je lombaga bal maak je nog niet tot een specialist. Sorry, zo liggen de feiten. Ja. Kijk nou mensen, deze jongens die naar Suriname werden gehaald. Dat ben je Sitakman Sanaman. Nee, begrijp ze niet hoor. Wat bedoel ik daarmee, Takman Sanaman? Nee, begrijp ze niet. Kijk, als jij denkt dat meneer Goré naar Nederland kan komen en de sterspelers kan uitkiezen om te gaan voetballen voor Suriname, dan zeg ik je van ja, dan is er iets goed mis met jou. If Jurike Taki Sanaman don zodanig. Hollandman doen zodanig om jou de beste spelers te geven. Tik de boy, die jongen transfer en tjagwasana. Dan heb je het glad mis. Deze jongens die spelen, ja, de mij playbal. Maar kijk nou, het waren geen sterspelers. Ja. Ik wil u meenemen naar een oefenwedstrijd. Ze kwamen naar Nederland, want kijk, Surinamers weten dat niet. Weet je, je moet niet met ze praten over dat soort dingen. Je rijdt bij Katagolukubal. Nog klets, Isabe. Maar kom niet praten over organisatiestructuren met betrekking tot voetbal of wat, Isabe. Moet je niet doen. Ja. Dus, deze jongens kwamen naar Nederland. De man kon playbal, de man kon fury. Faye playbal op wereldniveau. Ja. Laat me je dat niet onthouden. Dan weet je waar ik het over heb. We gaan even luisteren naar een paar reacties van deze mensen. En ja, je weet toch mensen, ik hoef je niks te zeggen, die man die ziet. Surinamers gaan altijd, racisme bij betrekken. Dus dat ga ik weghalen. Maar we gaan luisteren naar een paar reacties van deze voetballers die naar Nederland destijds kwamen onder leiding van die meneer Goré. Om hier te voetballen en een beetje aan te voelen hoe op wereldniveau gevoetbald wordt. We gaan luisteren mensen. Is het hier in Nederland? Ja, dit is mijn eerste keer in Nederland en om eerlijk te zijn bevalt het me, want ik heb het verschil gezien tussen Nederland en Suriname. Dus het verschil zeg maar tussen Europa en het Caribisch gebied wat voetbal betreft, balhandeling, balsnelheid. Dus alles is anders hier in Europa. Ze doen alles snel. Manier van positie kiezen, loop nemen, ja, manier van coachen, dus alles. Dus veel sneller. Ja, ja, ja. Ze zeggen ook wel eens, de Europeanen hebben de klok en jullie nemen de tijd. Ja, 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 dat is wel waar, ja, ja. Zo, nou, je bent helemaal... Ja, dat zijn een paar reacties van die spelers. Heel mooi toch? Maar ja, kijk, die mannen erkennen hun tekortkomingen. En ja... Luister nou mensen, wees daar content mee, ja. Nu ligt het aan de coach om hier verandering in te brengen. Nog een paar reacties, hè? We gaan luisteren. Even kijken hoor. Hoe komt het nou dat Surinamers zo goed zijn in sport? Het zit gewoon in onze bloed. Gewoon. Surinamers zijn altijd goed. We gaan het zo zien tegen Telstar. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Wij winnen misschien 2-0, met 2-0. Jullie hebben zoveel Surinaamse professionals geleverd aan Europa. Wat hebben jullie wel? We hebben talent. Dat hebben wij toch ook wel? Nee, maar wij hebben meer talent in Suriname. Vanaf kleinsam. Ja, mensen. Mooi toch? Ja. Ik wil u een reactie van Dien Goré, die ook was meegereisd uiteindelijk. Ja, is hij de coach? Dus hij moet erbij zijn. Even kijken hoor. Er zijn een paar hele leuke reacties. We gaan luisteren weer. Is om in dit klimaat te voetballen, bij wijze van spreken? Nou ja, het is anders te voetballen. Hier kan je niet makkelijk zweten en je moet constant rennen. Anders word je koud. Ja, ja. Vermoeiend? Vermoeiend, ja, maar... Als je pas bent aangekomen, ga je sowieso moeite hebben met het weer. Maar naarmate je traint... Moeite met het weer? Waar heb je dan moeite mee? Het klimaat is heel anders. Soms is het koud, soms wordt er geregend en dan heb je het koud en dan moet je rekening daarmee houden. Want dat zijn we eigenlijk niet gewend in Suriname. Sommigen gaan er wel van.
Ja, mensen. Oké. Mooie reacties toch? Ons nationale elftal. Ja. Laat deze jongens spelen en betrek ze niet bij racistische elementen, mensen. Dit is meneer Goring. Hij gaat je wat vertellen, ja? Weet u? Even kijken hoor. Ja. We gaan luisteren wat hij zegt over zijn spelers zelf. En goed opletten, hè? Want hij weet precies waar de tekortkomingen zijn met betrekking tot zijn spelers. Hij is niet gek, ja. We gaan luisteren, mensen. Eigenlijk niet gewend in Suriname. Sommigen hadden wel vandaag met die wandeling. Zij zoals koud trainen, is koud. Ik zei net gewoon doorlopen, wordt er zelf warm. Door. Ja, heel goed. Ja, zo koud was het nou vandaag ook niet. Helemaal niet. In Suriname is het gewoon felle zon elke dag. Maakt niet uit als het 's morgens of 's middags is. En ze trainen twee keer in de week. En in Europa bij Pros trainen twee keer per dag. Is dat moeilijk coachen dan ook? Heel moeilijk. Ja, sorry, ik moet even overwerken. Nee, dat soort dingen krijg je wel eens, ja. Ik moet vandaag, ik heb een jongen in de bouw, had ik, die zei van train, ik moet vandaag een fundering storten. Zegt u, dus kan wat later zijn, want het is belangrijk. En wat kan je een beetje? Ja, meneer Goree, weet je, die zegt van, moet je luisteren, kijk naar. Telstar train twee keer per dag. En wij Surinamers trainen twee keer in de week. En daarna, ja. Mensen, deze jongens hebben geen. Het zijn geen betaalde voetballers. Hè. Weet je, ze hebben ook hun eigen activiteiten. En ja, hij geeft het toe, het is moeilijk. Maar ja, kijk nou, Jere, met al deze tekortkomingen. En we hebben het geprobeerd. Laten we het hierbij laten. Laten we niemand Zwarte Piet toeschuiven. Kijk, Uno Kango Hoor You Tillik 2026. Elke bestuurder die dat niet doorheeft en jou aanhoudt, is fout bezig. Fout bezig. Stel nou dat er, je hebt deze man, ik teken mijn contract naar NO, Tillik 2026. Dan blijkt er een hele andere Surinamer van een grotere orde, kaliber. Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Patrick Kluivert. Dan dacht ik, hey Erik, laat me gaan proberen. Ja, maar nu zit je vast aan hem. Ik kan het niet doen, jongen. Hoe dan? En je geeft al deze spelers ook. Hé, hey, jongens, hoe gaan we doen? Payuno, Isabel, maar ik hou je aan een contract. Ja, dat heb je vastgezet. Geen ene bestuurder met gezond verstand gaat dit doen. Het is een hele foute gedachte. Je weet niets over voetbal. Je weet het niet. Je weet te spelen. Isabi dribbel, Isab lombige bal, Isab skopu, Isab kop. Dat weet je. Hou het daarbij. Je weet niets over dingen. Organisatie van voetbal. Ja? Je weet dat niet. Je weet niet de relatie FIFA, SV, Surinaamse voetbalbond, SVB. Mijn noem takje verkeerd. Isabi, je weet dat niet. Maar je contactie. Isabi mensen, dus schij alsjeblieft daarmee uit. Ja? Wij zetten dat ding stil. We gaan heroriënteren. En wij gaan zoeken naar betere kandidaten. Klaar, punt uit. Punt uit. Ja. Wanneer je iets geprobeerd hebt. En je ziet dat het niet gelukt is. Dan getuig het van goed bestuur. Dat je zegt van kijk met deze jongens en deze trainer. Ik ga het niet nog een keer proberen. Dan nee doen. Dan blauw. Meneer Doeing, weet je, je weet hoe wij Surinamers zijn. Wij vernietigen onszelf. We vernietigen gewoon onszelf. Weet je, maar ja, moet je luisteren. Efanomi, dan een wantraman. No mag doa san isi, isabe. Want niemand is toereikend. Alleen ik ben toereikend. Oké, dat kan. Isabe. Luister naar mensen. FIFA toch? En dingen, ik had u gezegd, als je kijkt naar artikel 5, dan heb je, de scheidsrechters zijn daarin geregeld, artikel 5. En ik meen bij 7, hou me te goed door mensen, wangedrag, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Het is eigenlijk de autoriteit die bepaalt of iets wangedrag is en of een bal oud is of wat, dat is de, hoe heet die? Dus arbiter, hè? De scheidsrechter. Een scheidsrechter moet voldoen aan de eisen van de FIFA. Hoezo FIFA? De SVB toch? Nee, SVB voert beleid uit van de FIFA.
En een scheidsrechter moet een medische keuring ondergaan, moet een cursus ondergaan. Welke cursus? Ja, weet je, maar een cursus. Nee, cursus, dat is opgesteld door de FIFA. Wist je dat? Nee. Je wist het niet dat het van de FIFA afkomstig is. Omdat jij denkt van ja, if je lombagabal, tweemaal, ja, 45 minuten, ik ben een specialist, jongen. Is niet waar, mensen, je houdt jezelf voor de gek, vreselijk voor de gek. Weet je, je moet daar afstand van nemen. Weet je, daarom, even kijken hoor, daarom kom jij niet vooruit. En lukt het je niet om hoger op te komen? Kijk een jongen, ik heb je gezegd van Zeedorf. Hè. Je ziet Van Baggeren vorm in, toch? Van Baggeren doe in Tori. Leia me op, voeda me op ook toe. Ja? Zeedorf is ontslagen bij Milan. Binnen korte tijdperiode. Heeft het gewoon geaccepteerd. Maar je ziet deze mensen in Suriname, jongen. Heeft me. Mijn schoenbrokken. Heeft mijn mantante 226. Isabel, ja, mijn stombo. Ja, voor jou is het goed. Maar voor de voetbalwereld in Suriname is het niet goed. Je moet de weg niet sluiten voor het Surinaams voetbal. Dat is zijn man die zij kon klagen. Weet je, die hebben niet eens door waarmee ze bezig zijn. Even voor mensen, mijn schoenen staan niet. Ja. Je weet toch, ik heb je gezegd, wangedrag, ja? Laat me u meenemen. Kijk, hoe ga jij om als scheidsrechter, wanneer je ziet dat een speler wangedrag vertoont, ja? Wat zijn de sanctiemaatregelen en wie legt de sanctie op aan zo'n speler? En als ik het niet mee eens ben met die sanctie, hoe dan? Ja? Ik ga u meenemen naar een geval, een voorval die zich heeft gevolgd. Heeft plaatsgevonden. Ja. Er was een man. Hij speelde voetbal. En hij was het er niet mee eens. En die man, wat deed hij? Hij liep naar de scheidsrechter. En de man. Krabbeneke dama spitina visiva scheidsrechter. Ja. Is dat sportief, mensen? Oké, dan moet er een sanctie komen. Want als speler mag je dat niet doen met een arbiter. Ja, de arbiter is de autoriteit. Ja. FIFA zegt ook gezond verstand gebruiken en de regels in acht nemen. Als deze man zo'n besluit neemt, dan heb je je daaraan te schikken. Dan moet je gewoon niet kletsen. Het is een besluit van een arbiter. Die nego spiti in mijn visie. Maar ja, omdat, kijk, dit is wat ik jou probeer uit te leggen. Aan mijn lombakabal, aan mijn skoponade. Hij kent de regels niet. Dus hij gaat wangedrag vertonen. Dat is opgenomen in de wetgeving van de FIFA, hoe je daarmee moet omgaan. Ja. Als deze man verstand had van zaken en hij zegt van, ja, hé, scheids, ik ben het niet met jou eens. Ik ga in beroep gaan tegen deze beslissing. Laat de voetbalbond kijken ernaar. Ja, oké, dat is de juiste weg die je moet bewandelen. Weet je, er is een dispuut. Maar nee, ik kom, ik spiet in mijn man, in mijn arbitervisie. En ja. Ik ga je laten zien hoe wij in Suriname met voetbal omgaan. We gaan luisteren, mensen. Wie was deze man die dat deed? Probeer maar te luisteren. Oppositielid Arthur Tjeratsoy is maandagmiddag uit de vergadering gezet door de derde plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Assemblée, DNA, Ronnie Brunswijk. De NPS'er vroeg namelijk om een punt van orde om vragen te kunnen stellen naar aanleiding van een bericht in de Ware Tijd over misdragingen van Brunswijk tijdens een voetbalwedstrijd. Brunswijk zou als speler hebben gespuugd in het gezicht van de arbiter die zaterdagavond leiding gaf aan de wedstrijd tussen Brunswijk voetbalploeg Inter Mungo Tapu en Excelsior. De arbiter heeft hierover aangifte gedaan bij de politie. Brunswijk oordeelde dat hetgeen hij naar voren bracht geen betrekking heeft op de orde van de vergadering en ontnam hem het woord. Toen Tjeratsoy buiten de microfoon onprotesteerde, oordeelde Brunswijk dat hij de orde aan het verstoren was en besloot hem uit de vergadering te zetten. Uit de media heb ik begrepen dat er een vooraanstaand lid van ons DNA heeft gespuwd op een arbiter.
Is dat waar, voorzitter? Lip Trasoy. Als dat zo is, heb ik graag. Wat aan de hand is met de orde, is dat moet u aangeven. Is er wat aan de hand met de orde? Jawel. Als dat niet is, moet u aanzetten. Het gaat over de DNA, voorzitter. Ik had u niet waarschuwen. Ik zeg u, als er wat met de orde is, dan moet u dat aangeven. Ja, dus dat. Voorzitter, dat is de reden waarom ik het wil brengen. Het gaat om ons DNA, het gaat om een vooraanstaand lid van... Het gaat om een vooraanstaand lid van de DNA, voorzitter. En het gaat erom, voorzitter, dat als het niet waar is, dat het lid dan kan praten en kan zeggen dat het... Punt van orde. Punt van orde. Kom maar, meneer Tjaatsoe, je moet eerst eruit. Oké. Ja, mensen. Voetbal in Suriname. Dit gebeurt er. Ja. Weet je, zo gaan we ermee om. Ja, daarom zeg ik. Als je over voetbal wilt praten, moet je verstand hebben van zaken. Ik heb geen verstand van zaken, hoor. Ik niet, weet je. Maar ik zie met leden ogen aan hoe Surinamers dat ding zelf verzieken. Ja, ze verzieken het zelf. Niemand anders, ja. We hadden een ander speler, hè. Hoe heet die? Meneer Wijnaldum. Ook een goede voetballer, weet je. Die hier zo voetbalde en naar Suriname ging. Ja. En weet jij wat er met hem gebeurde? Hij stond op het punt om misbruikt te worden. Ja. Wat deed hij? En hier zie je de opvoeding van Nederland weer. En Surinamers worden boos. Zij worden vreselijk boos als je ze zegt. Ja. Maar hier zie je de opvoeding en de scholing die deze jongens kregen tijdens hun voetbalcarrière. Ja, ze worden bijgestaan met alles. Media, gedrag in openbaar en al dat soort dingen. Ja, er zijn excessen natuurlijk, die zijn er. Maar omdat deze jongens goed opgeleid worden en getraind worden, kijk maar naar de dingen. Meneer Seedorf, hij is een Nederlandse voetballer opgeleid op Nederlandse voetbalscholen. En wanneer hij Milan zegt, van hier, luister nou, we gaan niet verder met elkaar. Accepteert hij. Maar nee, go kruut, we horen alles aan. Ja, ik ga geen modder gooien, daar komen mensen protest. Nee, Frank de Boer is ook toch, heeft de eer aan zichzelf gehouden. Dat zijn gentlemen. Vraag aan meneer Goree of hij een gentleman is. Laat hij je zeggen. Weet je, laat hij jou dat alsjeblieft zeggen. Weet je, maar ja, meneer... Je hebt iets geprobeerd, het is niet gelukt, het houdt op. Deze avontuur stopt nu, ja? We gaan uit elkaar, geen probleem. Zo hoort het. Met alles is dit het geval, ja? Meneer Wijnaldum kwam naar Suriname, je weet toch? Laat hij jezelf vertellen hoe teleurgesteld hij was. En ja, ik heb je gezegd, deze jongens... hebben Nederlandse opvoeding gehad op de voetbalscholen in Nederland. Dus wat doet hij? Hij gaat te raden bij meneer Seedorf. Om te zeggen, hoe moet ik hiermee omgaan? Jong, ik word hiermee geconfronteerd. Dus wat laat hij jezelf vertellen? En dan moet je kijken hoe wij Surinamers in staat zijn om voetbal te vernietigen. Ja? Ik heb u een voorbeeld laten beluisteren van Brunswijk, Isabi. En ja, hij wil dat niet horen. En dus ja, dan wordt die man uit de zaal gezet. Maar ja, wat bereik je daarmee? Weet je, je hospitaal en arbitervisie. Maar goed, deze tweede, Wijnaldum mensen, luister maar naar hem. Heel triest verhaal hoor. Jorginho Wijnaldum, de Surinaams-Nederlandse voetballer van Liverpool, schaart zich achter het commentaar van Clarence Seedorf in De Ware Tijd. Dit naar aanleiding van het uitgelekte gesprek tussen hem en Seedorf omtrent de decoratie van Wijnaldum, die aanstaande zondag in het Kokosdistrict zal plaatsvinden,
waar er ook op dezelfde dag een NDP-vergadering wordt gehouden. Volgens het advies van Seegerhoff zou het niet wijs zijn van Wijnaldum om zich te mengen in partijpolitiek. Wijnaldum gaf hedenmorgen tijdens een persconferentie een korte reactie. Er is gisteren natuurlijk iets in de media gekomen. Persoonlijk gesprek van mij en Clarence. Clarence heeft al een statement uitgebracht. En daar schaar ik me volledig achter. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik hier niet ben gekomen voor problemen of politieke dingen. Ik ben gekomen om mijn successen met het land te delen. Omdat mijn ouders komen hier vandaan. Ik ben ook Nederlander, maar ook Surinaams. En voor vakantie en mijn persoonlijke doelen. Omdat ik... het gaat goed met mij. Ik heb een goed leven en ik probeer zorg andere mensen te helpen om het ook een goed leven te krijgen. En alleen kan ik Suriname niet veranderen, maar ik kan wel mijn steentje bijdragen bij de ontwikkeling. En daarvoor ben ik hier gekomen en niet voor andere dingen. Heel triest hoor, zeg ik u eerlijk, dat wij Surinamers niet veranderen, mensen. Vreselijk misbruik. Zo'n jong komt niet meer terug. Na zo'n slechte ervaring. Seedorf ook. Seedorf heeft zijn geld genomen. Heeft een stadion gebouwd. Ja? Voor de Surinaamse gemeenschap. Oké. Wat is er van dat stadion gebeurd? Ga maar kijken wat Surinamers gedaan hebben. Ano Joe, Amerikanen gaan door Isricon dat de man vernietiging. Nee. Sanaman doen. Sanaman. Maar ze hebben een grote waffel en een grote kwabbel. Ze zijn specialisten, ze weten alles. Weet je? Ja. Wat moet je hiermee, mensen? Ik zeg je, ja, meneer Krishna, dat pet je af. Dat je dat ding hebt stopgezet. Je moet niet verder gaan met hem. Je moet de weg van Surinaams voetbal niet afsluiten. Door deze mensen nog steeds in dienst te houden. Nee, ga op zoek naar een andere bondscoach. Ja? En ga op zoek naar andere jongens. Want deze jongens gaan dan 4 jaar, ja, ze worden ouder. Zoek andere jongens. Ja. Maar hoog in je gedachten van, moet je luisteren. Nederland, laat je niet bedonderen en belazeren door Nederland. Jeetje, Nederland wil deze jongens kwijt. Suriname wil ze hebben. Graag, ga je gang. Snap je, mensen? Dus, ik zeg één ding. Hoe heet het? De voetbalbond heeft zijn verplichtingen is hij nagekomen, ja, en heeft ervoor gezorgd dat meneer Dean Goree aan alle wensen die hij had, ja, heeft kunnen voldoen. En nu lag het op het bordje van meneer Goree om te leveren. En ja, als het hem niet lukt, mensen, dan moet je ook eerlijk zijn tegen jezelf en zeggen van, moet je luisteren, kijk nou. Luister, heren, we hebben iets geprobeerd en het is me niet gelukt. Sorry. Sorry daarvoor, weet u. Maar ja, wij gaan onze wegen gaan scheiden. Want ik zeg je, het is een juist besluit van het bestuur. Dat het bestuur heeft gezegd van, luister, ik ga mijn weg niet afsluiten. Ik ga mijn weg niet afsluiten. Dat doe ik niet, want als er straks een grote topper zegt van, man, laat me Suriname een helpende hand toesteken. Dan ben ik een contract weer aangegaan met meneer Goree tot 2026. Dan komt niet in je vinger toch, mensen. Ja, en daar zie je de slimheid van dit bestuur. En de domheid van mensen die naar voren komen. En allerlei stommiteit komen uitkramen. Weet je, mensen, dat is een hele kwalijke zaak. Maar de mij takkie. Alleen ze weten niet wat ze zeggen. Weet je, if je takkie inosabi, zei je takkie, en het heeft geen toegevoegde waarde. Mensen, dan kan je praten totdat je ons weeg. Het gaat hem niet worden. Want deze mensen zijn niet voor reden vatbaar. Snap je? Probeer te begrijpen over voetbal. Probeer te begrijpen voordat je je mond openmaakt en praat. Weet u? En ja, wij zouden geen Surinamers zijn natuurlijk als we het niet in het racistische brachten. Weet je, Isabi toch? Hoe is het mogelijk dat iemand die Krishna dat heet, iemand die
iemand met een achternaam van Gori ontslaat. Jongen, net wat ik je zeg, donderbari, bliksemkotti. Godobaster Siripanya, dat is onmogelijk, dat kan niet. Dat is racisme, ja. Wat een ziekelijke gedachtegang, hè. Laten we eerlijk wezen, wat bigibigisme, om zo te denken, weet je. Oké, even kijken hoor. Oké. Even nog een paar appjes voor mensen. Voor iemand die nooit gevoetbald heeft, heeft u grote praatjes. U gaat op de stoel zitten van de technische staf, medische staf en het bestuur. Die voor jou mag blijven zitten. Nee, ik heb inderdaad nooit gevoetbald tegen geld. Nou, dat is gewoon voor sport. Maar ik voetbal met die wetboeken, mensen. Isabel, dat moet ik u zeggen. En dat maakt je machtig, weet je. Want ik weet precies waar wat staat. En jij niet, want ja. Trouwens, laat me je een vraag stellen. Wie... Maar goed, oké. Wie heeft opdracht gekregen van de FIFA om de voetballer die tijdens de WK gemaakt wordt te produceren? Weet iemand dat? Ja? Ja. Goed zo. Zeg het maar. Je weet het niet hoor. Adidas. En wie heeft hem de opdracht? FIFA. Dat zijn kleine details, hè, die niet noemenswaardig zijn, maar om je te laten zien dat je geen weet van zaken hebt. Oké, even kijken hoor. Even snel dingen. Deze app is voor iemand die nooit gevoetbald heeft. Ik heb nooit gevoetbald, nee. Ik heb gevoetbald, ja, maar niet voor als beroep en dat soort dingen. Dat doe ik niet, weet je. Dat is onzin. Je moet voetballen voor je sport en voor je lichaamsconditie, maar meer niet. Dus voor iemand die nooit gevoetbald heeft, heeft u grote praatjes. Ja, omdat ik heb grote praatjes omdat ik tegen voetbalwetgeving aan kan opbotsen. Weet je. En als u dat niet kan, ja, daar begint het bij. Dat is de eerste stap. Je moet kunnen voetballen tegen voetbalwetgeving. En als je dat niet kent, je ziet wat er gebeurt, toch? Die mensen weten dat niet. Daarom krijg je dit soort stomme opmerkingen en dat soort dingen, weet je, van mensen uit de samenleving. U gaat op de stoel zitten van de technische staf, medische staf en het bestuur die voor jou mag blijven zitten. Ja, weet je, technische staf, medische staf, wie heeft dat bepaald? De FIFA toch? Die heeft daar eisen aan verbonden. Hoe dat moet uitzien en dat soort dingen. En ja, mensen, kijk nou, het is moeilijk uit te leggen. Als ik zie een voetbalveld, aan welke eisen het moet voldoen, al die vereisten, hoeveel meter moet de middenlijn zijn, ja? Kijk iets, er is nu videoassistent scheidsrechters, ja? Wie heeft dat ingesteld? Wie heeft daar toestemming voor verleend? De FIFA toch? FIFA heeft een aantal landen toestemming verleend om te kijken hoe het werkt in de praktijk, ja? De FIFA doet dat. Je moet, als jij mans genoeg bent voor de Gary, zijn een slaaf voetbal, Surinaamse voetbal over de EGA FIFA. Josifa dus kopie, weet je. Nou, dat is aan dat hier. Dus ik zeg mensen, kap ermee, je hebt geen verstand van voetbal. Je hebt dat niet. Even kijken hoor. Het bestuur van de SVB, heeft het bestuur van de SVB geleverd, geen jaarrekening presenteren. Rijk worden door gelden achterover te drukken. Het bestuur moet weg. Nee, is niet waar wat u zegt. Is niet waar. Ja, rekeningen. Het bestuur wordt gecontroleerd door de FIFA, meneer. Weet je, dat is geen Surinaams aangelegenheid, hoor. Weet je, het bestuur, de Surinaamse voetbalbond wordt gecontroleerd door de FIFA. Daarom wanneer die meneer Infantino komt en hij geeft opdracht daartoe, moet je begrijpen. In een reken dat zijn toch in lobby. Dat mogen we niet zien. Een stadion. Nee, het is een vereiste van de FIFA. Als Suriname dat niet heeft, ja, dan had je Bouters. Ja, nou, de hel met hem.
Weet je, want hij wilde niet investeren in Yamamoto. Je hoort wat Waterberg zegt, toch? Ja? Kijk maar wat Waterberg zegt. Van over die paspoorten. Weet je? Ja, die mannen willen dat niet. Ooit je op je moffo, Takasandati, je rigeri. Je wist het geen eens. Je wist het niet. Wij hier, wij staan vast, we weten dat wel. Ja, omdat er over begonnen wordt, ja. Dan ga je het bewijzen, ga je aantonen en dat soort dingen. Weet je, maar je Surinamers kapper mee. Je weet niet hoe de vork in het steel zit. U haalt voorbeelden aan om een verschil aan te geven tussen Kriolen en Hindustanen. Ik begrijp dat niet hoor, dat hij dat doorgaat. Want volgens jou mag dit Hindustans bestuur blijven zitten. U vergelijkt appels met peren. Gaan jullie maar voetballen met alleen maar Hindustanse voetballers. Het wordt 100% niks. Maar ik kan je op voorhand, ik kan je op voorhand vertellen, Hindustanen gaan dat niet doen. We willen voetballen met wetboeken, meneer Isabi. Daar zit hem in. Misschien wordt het tijd om de keiharde waarheid te vertellen over Kriolen en Hindustanen. Dat wij vanaf dag 1 wij een fucking hekel aan elkaar hebben. En dat zal altijd zo blijven. Nee hoor, is niet waar. U hebt een hekel en u noemt dat. U moet mensen niet gaan beschuldigen van uw gedachtegang. Dit komt van jou af. Jij bent hiervoor verantwoordelijk. Ik lees het en ik laat de wereld zien hoe jij denkt. Snap je? Vertel ook hoe Krishna dat aan zijn baan komt. Ook niet kosher. Ja, goed. Moet je FIFA vragen toch? Weet je? Kijk nou, je blijft erbij en je blijft doorgaan. Weet je? Maar ja, de broer van minister Matura zit ook in het bestuur. Mooi zo. Weet je? Even kijken hoor. Goedemiddag, over sport gesproken. De wielrenner heeft Suriname toch op kaart gezet. Chong op Olympische Spelen. Jair Chong Afa. Ja, dat moet je hebben, ja. Weet je? Dat soort zaken moet je hebben. Weet je, maar ja. Je moet niet ingaan op mensen die niet leveren, mensen. Wat moet je geen tijd en moeite aan besteden. Weet je, mensen, het is lasting. Isabi, je moet dat niet doen. Even kijken hoor. Een hele mooie profiel hoor, mensen. Heeft hij gestuurd. Bless you Sunday. Ja, mooi zo. Oké, dag meneer. Ronnie Brunswijk is heel agressief en dom. Meester zien Ronnie Brunswijk, als hij voetbalt, heeft hij altijd een pistool bij zich en hij schiet ermee op het veld. Dit is 100% de waarheid. Welk idioten gaat voetballen met een pistool? Alleen die domme is Ronnie Brunswijk. Moet je scannen. Ja, mensen. Surinaams voetbal, weet je. Praat daarover hoe wij dingen vernietigen. Praat daarover hoe wij niet in staat zijn om zaken naar behoren te doen, zodat we vooruitkomen. Praat daarover. Ja. Mensen, ik had me voorgenomen om een heel ander iets te gaan behandelen, weet u. Maar ja, je weet toch die rommel van Dien Goree die speelt. En ik zeg je gewoon, ik sta daar volledig achter van zo'n bestuur. En inderdaad, als dit bestuur niet tot deze besluit zou komen, dan moest ze inderdaad weg. Want het kan niet. Je kan geen 3,6 miljoen tot 2026 gaan betalen aan deze mensen om het weer te gaan proberen. Nee, dat moet je niet doen. Jere, ik kies een kans. Nu komt er een ander. En die krijgt de kans om het weer te proberen. Weet je, maar met jou gaan we niet verder. Weet u, we hebben afspraken gemaakt en we zijn dingen. We hebben afspraken gemaakt en afspraken zijn niet waar kunnen maken. Om welke reden dan ook. Geef niet. Weet je, je moet niet komen met allerlei dingen. Ja, meneer, hoe heet die? Ik weet niet hoe ze noemen. Heeft getekend zonder, niet in aanwezigheid van de voorzitter. Waar staat dat geschreven? Weet je, waar staat dat geschreven dat de voorzitter altijd ter plaatse moet zijn wanneer iemand ontslagen wordt? Weet je, ja. Ik begrijp dat niet. Heb jij dat contract gelezen tussen de voetbalbond en Goree?
Nee toch? Je weet niet wat erin staat. Dat we eerder, als je niet door zo'n niveau, ja, dan moet je maar weg. Weet jij of het erin staat? Nee toch? Maar je praat. Ik vind het wel erg van deze apper. En ik moet toch een beetje op onderzoek uitgaan, want ik begin een bepaalde stijl te herkennen. Of deze meneer niet een hele bekende is van Stamvassen, die ons in een kwaad daglicht probeert te zetten. Vooral met zijn dingen. Nu is hij overgestapt op het racistische. Maar dat ga ik met de directeur bespreken weer, Isabel. Maar, mensen, blijf je app sturen. Of je app nou racistisch is of wat, dat is aan jou. Ja, je moet ons geen woorden in de mond leggen. Jij mag een bepaalde mening hebben, ja, een beetje maar in je EI of zo. En je mag die dingen hebben. Maar het moet wel een beetje zinnig zijn, toch? Laten we eerlijk wezen, Isabi. Het is makkelijk om one-liners naar buiten te gooien. Maar ja, wat heb je eraan, Isabi? Nou, dat is aan dat hij... Kijk, die meneer heeft het erover van, ja, Hindustanen en... meneer Ori heeft gezegd, Hindustanen kunnen vooruitgang brengen. Nou, dat is aan dat hij, ja... wat zeg je dan van deze meneer, weet je? Waarom ben je niet mans genoeg om deze man aan te spreken? Probeer het hem aan te spreken een keertje. En ja, ga maar luisteren wat ik bedoel. In het bijzonder feliciteer ik onze Hindustaanse broeders en zusters. En bedank hen voor hun gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. Bovenal dank ik hen voor de door hen toegevoegde waarde aan de eenheid en verdraagzaamheid jegens elkander in ons land. Ja, ja. Dus hij bedankt de Hindustanen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. En hij weet het, niet iedereen is zoals sommige appers. En ik blijf zeggen, ik verwelkom het. Laat zien je ware aard. Hij bedankt ook de Hindustaanse gemeenschap voor de verdraagzaamheid die we tonen naar elkander, jegens naar elkander toe. Isabel, kijk, dat je de inhoud niet leuk vindt van wat er gesteld wordt en wat er bewezen kan worden, weet je, dat... Het is niet aan mij, hè, om uitleg te komen geven over de voetbalbond in Suriname, waarom hij tot zoiets is gekomen. Voor mij is het een logisch gevolg. Het is een logisch gevolg wanneer jij als bondscoach de doelstellingen die je voor ogen had niet hebt gehaald, dan is het voor mij een logisch gevolg dat jij opstapt. In de hele wereld is het zo. En waarom zou het in Suriname niet zo zijn? Zijn we een uniek geval? Nee. Je mag een uniek geval zijn, maar dan moet je ook accepteren dat jij geen vooruitgang zal kennen. Dat moet je ook doen. Dan moet je ook mans genoeg zijn, Isabel. Dus ik zeg bij deze, van moet je luisteren, kijk nou. Wegwezen. De weg openmaken voor een andere bondscoach. Wat is het probleem? Weet je, omdat je Goree heet en die ander die dat doet, Krishna dat heet, ja. Moet je luisteren, dan mag het zo zijn hoor, de onderbare bliksemkotie. En wanneer je hoort dat er tussen ons allerlei figuren zijn die toejuichen dat er burgeroorlog komt en zo, ja, die mensen hebben inderdaad hulp nodig, mensen. En ja, ik hoop dat ze bij zichzelf een keertje voor de spiegel gaan staan en naar zichzelf kijken. En hoe heet het? Even kijken hoor. Ja, bij zichzelf te raden gaan of ze goed bezig zijn, weet u. Maar het is niet anders. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Meneer Singh, het probleem is niet dat Dien is ontslagen, maar het gaat erom dat inmiddels drogredenen de SVB stopt met dit mooie project waarmee we begonnen zijn, terwijl het grote publiek heel trots is met wat tot nu toe is bereikt. Er is geen intentie om voorlopig een nieuwe bondscoach aan te nemen. Het Surinaam voetbal is weer terug bij af. Dat is het probleem. U hebt gelijk. Het komt rechtstreeks uit Suriname. Kijk, kijk. Er is geen intentie om een
nieuwe bondscoach aan te nemen. Nee, ga je niet doen. Je gaat niet 2021 een nieuwe bondscoach aanstellen voor 2026, want daar praat je over. Dan is er pas weer WK. Suriname is nu klaar. Het is afgelopen met Suriname, met betrekking tot de WK-droom. En luister nou, ik kan jou één ding verzekeren. De voetbalbond van Suriname heeft nooit, never en ten nimmer geëist van meneer Gorrie. Jij moet je kwalificeren voor de WK. Dat is een onmogelijke opgave. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Het is niet zo. Laten we eerlijk zijn. Het is niet zo. Ze hebben wel gezegd. Je moet zo lang mogelijk meedoen. Zodat die mensen kunnen zien. Hé, maar op 10 konden jongens. Dan doe ik over mijn score. Mijn play is dat niet. Zo lang mogelijk. Dat is zelf niet bewaarheid geworden. Dat is dat ding. Maar nu, om een nieuw koers te gaan doen, ja nee, dan moet je het bestuur inderdaad ontslaan. Nee, je gaat je krachten bundelen, je gaat je gelden opsparen, oppotten. En deze gelden ga je pas inzetten, een beetje 2 jaar voor 26. Dus met name probeer in 2023 alvast te gaan kijken. En deze jaren, dan ga je je geld op potten sparen. Zodat jij weer een gooi kan doen naar de kwalificatie voor WK dat in Canada, Amerika en Mexico wordt gehouden. En dan ga je ook proberen om zo lang mogelijk in het spel te blijven. Als jij gekwalificeerd wordt, dan is het goed. Maar je moet dingen opbouwen. Maar als je nu ziet hoe wij zaken vernietigen, omdat wij mensen een microfoon onder de neus zetten, die totaal geen verstand van zaken hebben. Weet je, voetbal begint bij de voetbalbond. Voetbal begint bij de FIFA. Zonder FIFA, zonder voetbal, voetbalbond, bestaat er geen voetbal. Dan krijg je excess als dat gedoe van Brunswijk, Inter, Mongo, Taboe. Dat soort dingen ga je krijgen. Daarmee play wel bal. Maar ze presteren niet. Je kan er niks mee. Je kan er totaal niks mee. Weet je, je wil een keertje buiten je schulp om gaan voetballen. Wat bedoel ik daarmee? Over de grenzen, Mekis Massie. Weet je, waarom? Dit is een vraag, daar ga ik ermee afsluiten. Waarom is een Surinaamse jongen in staat op de Nederlandse voetbalscholen, ja, op de Nederlandse voetbalvelden zodanig te presteren dat hij op wereldniveau kan spelen? En waarom is een Surinaamse jongen, er zijn geen scholen in Suriname, maar goed, op een Surinaams voetbalveld niet in staat om op wereldniveau te spelen? Ga proberen aan te voelen met een rein geweten en een schoon hoofd. Nog kon er racisme naar de zandertie. Voetbal en racisme, het is er niet. We maken het ervan. Isabi takwaya. Want toen man eet, trouwe banna ba, tapasanië en mekapen. Dat is aan hun. Dat zijn ziekelijke mensen. Daar moet je je aandacht niet op vastzeggen. Belangrijke vraag. Een Surinamer in Suriname op een voetbalveld heeft het moeilijk om te presteren. Ja? Een Surinamer hier in Nederland, en daar joh, rakbakken, maar ik wil dat je boos wordt. Diezelfde Surinamer, als hij hier de kans krijgt om te spelen en naar de voetbalscholen te gaan, daar kan je het maximale uithalen. Het wordt een speler op wereldniveau. Wat is het verschil eigenlijk? Waar zit hem in? Je hebt niet goed geluisterd naar die paar opmerkingen die ik je heb laten horen, beluisteren. Van die jongens die hier kwamen naar Nederland om met Telstar te spelen. Ja, die jongens zijn vreselijk snel. Ze zijn dit, dat, al dat soort dingen. Ja, dan moet je, meneer Gorrie, je hoort het toch, die jongens het zeggen. Ga die jongens opleiden. Jij bent oud, Ayasid. Je hebt toch ook
Je bent ook gedrild door die Hollanders. Ja, daar ben je tekortgeschoten. Daar ben je tekortgeschoten. Weet je, daar heb je een groepje die komt kletsen. En zegt, ja, maar ja, die man is pas benoemd. Ja, dan had je de regering van je onder druk moeten zetten. Wie? Bouterse. Waterberg kwam toch zeggen. Hier nog, opa, pas ik de boy niet zie. Met de man kon play voetbal. Ja, zo. De man wat doen we in Nederland, waarom hier niet? Ja, je ziet dat wij Surinamers niet in staat zijn. We zijn alleen in staat om alleen maar nonsens uit te krammen. En allerlei bullshit te verkondigen. En we hebben daar niks aan. Ja, laat het duidelijk gezegd worden. Hindustanen spelen inderdaad geen voetbal. Ze spelen één voetbal met de wetgeving van de FIFA. Daar zijn ze meester in. Potgorene Fudua Sakdisi. Wie heeft deze... Er waren 6 jongens die hij gekozen had. Wie is een proces begonnen bij de FIFA om deze jongens toch toegelaten te krijgen in het nationaal elftal van Suriname? Daar praat niemand over. Niemand praat daarover. Weet je. Maar we zijn wel specialisten hoor. Omdat ook maar lomba gaan. Jongen. Ja maar ik ben kopbal boeien. Amai kopbal. Amai score. Weet je. Amai play om een jaar. Robin Hood. Trump play om een jaar. Is die man een specialist? Nee. Hij is geen specialist. Hij weet het niet. Ja. Voetbal begint niet op het veld. Als je weet wat we voor aan welke voorwaarden een voetbalveld moet voldoen. Wie heeft die voorwaarden opgesteld? De FIFA. De FIFA. Weet je, als je die dingen niet weet. Deze jongens klagen over voeding, uitrusting, kleding. Weet jij dat de FIFA dat allemaal geregeld heeft ook in zijn wetgeving? Ja. Wist je dat? Nee. Nee, je wist het niet. Snap je? Alles waarover je denkt dat niet geregeld is, jij weet het niet. You know, sabi. Meneer Krishna dat weet het. Ja, hij weet het precies. Andere leden van het bestuur weten het ook. Alleen je kan het niet uitleggen. Theo Mickey, je gedachtegang klaar. Iemand heet Krishna dat en iemand heet Goree. Die man Krishna dat is brutaal, vrijpostig en onbeschaafd om iemand met de achternaam Goree te ontslaan. Dat kan niet. Ja, aan een vitang. En ik kon niet naar Romineko vooruit. Wil je heel graag jouw bedrijf een extra boost geven op de radio? Dat kan. Neem contact met ons op via jmostandvaste@gmail.com of bel naar 010-237-4478.